Die branden. Nou, 9:30. Mooie tijd. Toch? Even kijken. Goedemorgen, dames. Dat was grappig. Oh, het staat mijn beeld weer lekker scheef. Zo. Even kijken. Even de kar aan de kant, want dan heb ik iets meer ruimte. Oh, maar nou, ik heb de kar helemaal niet leeggehaald. Dan kan ik het er helemaal niet op kwijt. Ja, het boek van Sherry ligt erachter. Oh, ik zit nou ineens aan nog iets te denken. Nee, ik ga niet mijn plannen veranderen, want dan wordt het een minuutje. Niet nodig? Nee, die is niet nodig. Klonk. Denk je maar weer. Zo, goedemorgen. Even kijken. Goedemorgen, Sylvia, Patricia, Parry of Perry? Hoe gaan we dit uitspreken? Gerry en Maria. Nou, kijk wat er vandaag binnenkwam. Happy, happy. We gaan eens even kijken. Dit is dus onder andere voor komende maandag. Daar ga ik tenminste vanuit. Dat was de bedoeling. Want komende maandag 11 uur bij Stamperia gaan we live. Nou, je ziet het. Mijn nagels zijn dus nog niet gedaan. De dame van de nagelsalon die was ziek, zwak en misselijk. Ja, nou ja, daar gaan we er niet naartoe natuurlijk. Dus met hoge uitzondering, want ik zeg tegen haar, ja, dat kan niet hoor, we moeten live en bla bla bla. Nou, heel verhaal. Zeg ze, nou, kom dan maar op zondagmiddag. Dus als ze morgen niet ziek, zwak of misselijk meer is, ga ik mijn nagels laten doen en ik ga hem aanpassen aan Belinda. Nou, dan weten jullie ongeveer al wat het moet gaan worden. Ik ga hem gewoon beginnen. Want we hebben nog heel veel te doen vandaag. Want ik moet natuurlijk de voorbereidingen doen. De plaatjes liggen hier ook klaar. Oh, moet ik wel even uitkijken hoe ik snij. Is misschien wel slim. Spannend. We hadden... Ik had alweer ruzie met PostNL om dit pakket. Want ja, eergisteren is hij dus al weggegaan. En hij is pas gisteravond afgedingest. Duidelijk, hè? Afgedingest. Ja, hoe noem je dit nou? Dank u, afgescand. Toch wel handig zo, maar ik geloof dat hij er morgen of maandag ook maar bij moet zijn. Als ik het dan niet meer weet, dan zegt hij het voor me. Zo, gaan we. Ja, afgescand. Ja, maar jij komt later door, Patrice. Oh mijn god, het is weer een hoop yummy's. Tadada, ik ga hem draaien. Oh, ik gooi hier meteen de hele boel om. Oh, Wen, alsjeblieft. Is het weer zo'n dag van laten we lekker gaan gooien? Blijf staan. Blijf. Goed zo. Lady Vagebond Lifestyle. Yummy, yummy. Even kijken. Succes met de live. Patricia, Laura. Dank jullie wel. Love me. Ja, spannend. Echt spannend. Die gaan we gebruiken. Die is ook wel vet.
Even denken. In ieder geval deze. Denk ik. Als ik zo meteen bezig ben met het voorbeeldje, dan zal ik wel weer gaan veranderen. En die is ook gaaf. Dat is de poot. Ook leuk. Die wou ik ook gaan gebruiken. Oh, maar ik heb ook die. Oh, dear. Toch is dat leuk, hè? Is leuk. Is cool. Is cool. Even denken. Dit zijn de klonks. Klok. Hoe spreek je dat uit? Goedemorgen, Dineke. Heel klein schattig. Kortje, ik ga voor jou een brilletje maken. Dat past vast wel. Zie je het voor je, arme kat? Oh, die is ook zo stoer. Die vind ik ook zo vet. Die is ook vet. Oh ja. Oh, sorry. Ik heb een vreselijke kriebel in mijn keel. Dus zat ik aan te denken. Dit verpakking, hè, wat hierbij zit. Voor de dames die mijn lives altijd volgen, ga deze maar even sparen. Zo. Dan hebben we deze. Die vind ik ook erg leuk met die lettertjes. Is dit diegene die jij bedoelde met de kerstcollectie, Patrice? Oh, leuk, Dineke. Wat heb je besteld? Ja, ik wil wel meteen op de hoogte blijven. Love, energy, memories, wonder. Journal life, step by step en adventures. Het voelt ook zo fijn. Die is zo... Oh, die vind ik ook zo uber cute. Oh, die boeken zijn ook gaaf. Leuk, leuk. Ik hou ervan, ik hou ervan. Oh, dat is echt vet. Oh, die is ook mooi, zeg. Oké, dan. Ja, daar had je het over. Wel laten zien, hè, Dineke. Wij blijven namelijk graag op de hoogte. We zijn niet nieuwsgierig. Het is echt vet ook. Radertjes gaan weer tekeer. Die vond ik ook super... Oh, het zijn er twee. Die vond ik ook super chill. Die is ook gaaf met de traanplaat. Even eronder gleuren. Kompas. Dat is wel heel vet. Oh, volgens mij zit ik gewoon lekker buiten beeld te kijken. Dit zijn trouwens de dikke stencils. Tof! Chippies! We all love chippies. Dit is een heel gemeen nietje. Gaan we ze openmaken? Weet ik nog niet. Ik leg hem even aan de zijkant. Die zijn ook leuk. Dit zijn stickers. Ook chipboard met de stickers. Voorzie hem zelf wel even een beetje van een beetje lijm nog. Anders heb je kans dat ze misschien wat los gaan laten. Is niet de bedoeling, maar ja, kan altijd natuurlijk. Ze is echt vet zo, hè, met het haar los. Ik vind haar jas nu ook wel heel mooi. Mooi gedetailleerd. Even kijken hoor, ik vergeet helemaal mee te lezen. Oh, Dineke, het komt eraan. Hij is onderweg. Dit is ook gaaf. Ah, die hebben ze goed opgelost, heb je gezien? Is te zien. Dit hebben ze heel goed opgelost nu. Die is mooi. Dit is echt wat je ook in de cockpit hebt zitten. Van zo'n ouderwets vliegtuig. Ook wel heel vet. John wordt toch ook nieuwsgierig. Die denkt, kom ook even kijken. Kijk, en hier staat hij nog wel. Toch vind ik dat wel grappig. Het is wel typisch Belinda natuurlijk. Het hoort gewoon bij de... Dit is degene die ze gemaakt heeft als ontwerp. In het zilverkleurig liet ze toen zien. Van allemaal afval, van een stukje van de douche. Nee, nou had ik jou ook verteld, hè, van de douchekop. En er was een stuk van een, geen flauw idee meer wat. Dit was van een lamp of zo. Vond ik ook heel vet in elkaar gemaakt.
Blokjes, blokjes, blokjes. Gaan we er eentje openmaken, denk ik. Of niet? Oh, wat erg, want ik ben nu ook nog met een ander project bezig. Even kijken hoor. Ik leg de 20x20 even aan de kant. Die is wat makkelijker te handelen hier op tafel. En dit zijn de acetaat, de clear prints. Oh, ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Dus je legt ook even aan de kant. En deze komt van de... Waar komt die nou vandaan? Clear dies. Dan zal die... Ah, die hoort hierbij. Die moeten we, leggen we ook even aan de kant. Nou, dat schiet lekker op. Ja, die zijn ook cool. Dus ik ga hem even omdraaien. Is misschien duidelijk. Een hele bubs met tandwielen. Het zijn ook wel andere. Dit is wel dezelfde tandwieltjes wat bij Anton is. Met toffe dress zijn ze allemaal anders. Dit is wel ook dezelfde. Oh, sorry, ik ben buiten beeld. Dit is ook eenzelfde. Alhoewel, volgens mij is het puntje anders. Het zijn zulke puntjes. Maar goed, je kan ze natuurlijk super combineren. Tof, tof, tof. Gek op tandwieltjes. Dat zijn de collectibles. Die leggen we ook even aan de kant. En dan komt de kriebel weer aan. Dit is de grote pet. De 12x12. Oh, ik ben zo nieuwsgierig. Ik ga hem toch zo opentrekken. Ik ga toch die, ja, die 20x20 opentrekken. Oh, kijk, nou, er zit er veel meer in. Dit zijn de backgrounds. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus die leg ik ook aan de kant. Dat is wel de grote. Dan hebben we deze. Dit is, ja, is rice paper. Even kijken hoor. Goedemorgen Winnie. Goedemorgen Renate. Dit is een soort jute, zeg maar. Moet voorstellen met een hele leuke, lieve... Ja, normaal gesproken op wit zou het blauw wezen. Maar nu is het een beetje donker, bruin, paarsachtig. Gebloemetjes. Super cute. En dan hebben we deze weer. Kijk, hier is hij al veranderd. Toch is die wel leuk hoor. Dit is ook wel gaaf, hé, voor op flessen. Als je nou leuke flessen hebt. Kijk, ik heb hier al... nou, even kijken hoor. Ik heb hier verschillende soorten... blijf staan, blijf hangen. Verschillende soorten flessen staan. Deze, dit gaan we ook nog wat mee doen. En het is wel leuk om bijvoorbeeld die etiket als etiket te gebruiken. Ideetje. Niet, John? Oh, hij zit te denken. Oh jee. Nou gaan zijn ratels ook al beginnen, hoor je dat? Dus echt wel heel erg gaaf. Ik leg je toch even daar, dat is veiliger, want ik blijf hangen. Jou en jou. En dan zie ik mijn pussycat. Kijk. Die vind ik ook stoer. Als ik dit ooit nog een keertje kan bemachtigen, is wel heel gaaf. Die vind ik ook mooi. Heb ik er eentje van gezien. Een hele ouderwetse. Die vroeg wel heel veel geld ervoor. Nou, dat was ik niet van plan. Ouderwetse telefoon die zij gemaakt had. Even kijken. Is dit het pakket wat je in zijn geheel kan bestellen of zo? Nee, nee. Dit is het pakket wat ik heb gekregen voor, van de Scrap It. Om projecten te maken live. En onder andere voor de live voor komende maandag bij Stamperia. Maar het zijn wel allemaal producten wat Patricia nu verkoopt. Nou, wil niet zeggen dat ik dit hele pakket natuurlijk ga gebruiken maandag, hè Patrice? Want dat gaat never nooit niet lukken natuurlijk. Hoe hoog moet het gaan worden? Maar ik ga er wel onderdelen uithalen. Dat zeer zeker. En de rest gebruiken we gewoon weer in andere lives. De mooie typemachine. Hier zie je hem eigenlijk als een blauwdruk staan. Nou, lettertjes. Super cute. Het Hero heb, misschien als je hem hebt of kan vinden. Tim Holtz, hoort er eigenlijk niet bij, maar oké. Okay. Tim Holtz heeft een stempelset en daar staat dit in. Is misschien, ik heb hem zelf niet. Ik wil hem ooit nog wel een keertje kopen, maar
daar is die. Die past er ontzettend goed bij. Ja, dat reispapier echt, is echt om verliefd op te worden. Nou, de boekenkast. Met de globe. Dit lijkt wel een boekje. Even kijken van dichtbij. Wat van Belle en Beest. Nou, dan hebben we nog een soort astrofobisch iets. En de onderste plank, dat is dan, zijn dan de boeken die terugkomen uit de eerste serie van Lady V. Nou, de familieportretten. Ik ben het alweer kwijt hoe hij moet heten. Ik vraag me ook af, hoe komen ze erop, hè? Maar dit zijn dus van bestaande fotolijsten. Hoe leuk. Waren dat ook de fotolijsten van haar oma, Patrice? Weet jij dat? Ah, kijk nou wat een cutie. Die is gewoon schattig. En dat was hem, dames. Goedemorgen, Ingrid. Ik vind hem super. Nou ja, zover het was hem. Dan ga ik nog even de rest doen. Ik leg dit even terug, want rijspeper, dat ben ik altijd als een dood dat gaat kreukelen. En dan leg ik jou er even op. Want dan weet ik zeker dat dat niet kreukelt. En dan ga ik hier ook die aan de kant zetten. Even kijken, ik had ergens koffie, maar ik weet alleen nog niet waar. Bij mijn laptop. Bij mijn laptop. Achter mijn laptop. Ja, het is nog ochtend hoor, we moeten nog wel even aan de koffie. Maar goed, dat moet ik smiddags ook en 's avonds ook. Even kijken, nee, ja, volgens mij had zij toen ze live ging, nou weet ik niet of dat de live was van Stopperia, volgens mij wel, deed ze een box open en daar zaten allemaal onderdelen in met fotolijstjes en zo. En ik vroeg me eigenlijk af eigenlijk of dat ook van haar oma was. Oké, ja, iets verder. Dit zijn de Maxi Backgrounds, de selection. Nou, ik ben er echt gek op geworden. Nee, ik ga hem toch openmaken weer. Zo. Dat is jammer, want ik wil hem eigenlijk nog dicht laten. Maar ik ben zo nieuwsgierig. Dat vind ik altijd zo leuk, hè? Want de rateltjes gaan dan altijd meteen werken als je aan het kijken bent. Maar ik denk wel dat het nieuwe project vast pas in januari van start gaat. Met deze zijn we nog wel even een paar weekjes bezig waar we nu aan doen zijn. Oh, moet je ruiken. Er komt gewoon echt, je doet die zak open, er komt gewoon, sorry, papierfetisch. Nou, hij gaat aan de zijkant open, dat vind ik heel erg fijn. Meestal gaan ze naar boven. En hij past, als het goed is kan het in één keer in beeld. Plankjes even aan de kant. Mijn stroomkabel, alles ligt er nog in. Zo, staat hij in één keer in beeld. Hé, goed gedaan. Jou heb ik ook even niet nodig. Zo. Die vind ik ook echt bijzonder mooi. Is echt vet. Hier komt een stuk muur terug. Ik ben er gewoon stil van, zie je dat? Gebeurt niet vaak, hè? Stadperior. Hier heb je die stempel van. Is ook vet. En dit lijkt wel een beetje op de bovenkant van de Cosmos-serie. 12 miles around London. Oké. Dus de airship map. Grappig. Nou, en ze was toch onderweg naar zijn vagebond? Want dat schreef ze in de brief. Maar ja, ze zit nog steeds rond Londen te vliegen. Oh, het is vet zeg. Dit is mooi. Deze is gaaf om met de inkt te bewerken. Dat is ook wel mooi, die roestvlekken erin. Dat is wel cool. Oeh, dat is ook wel heel cool. Toch als je een of ander metaal airship ding. Nou, sorry, maar daar zou ik niet ingestapt hoor, als het zo verrot was.
Soms dan komt hij naar beneden. Nou, doen we niet gewoon. Die vind ik ook erg vet. Mooie kleurtjes. Je ziet echt het verf eraf blakeren. Bladderen. Ja, daar zijn de boeken weer, Marja. En hier is de typewriter, de typemachine. Leuk is dat, hè? Ik zit in mezelf, als ik alleen ben, heel veel in mijn gedachten in het Engels. Van wat is dat in het Engels, dat in het Engels? En op een duur zeg je het nog verkeerd in het Nederlands. Vind ik ook wel grappig. Die vind ik ook wel vet. Echt wel heel stoer. Londens nieuws. Kranten zijn altijd leuk. Die vind ik niet zo. Maar gelukkig is het een B-kant. Die vind ik wel heel mooi. Ik hou van die kleuren. Peacock. Beetje China Blue komt erin voor. Broken China. Sorry, een beetje Broken China. Ik zit ondertussen al weer eventjes verder te denken. Ja, oh, het is leuk. Dit was ook in die vorige van de. Kwamen die ook terug, net als dit. Hier was toen dit. Ah nee, wacht even. Hier hebben we nu een rijstpeper van. Maar in die andere Lady Fies zat het ook. Nou, weet je, Inge? Ingrid? Oh, wacht even. Ik kriebel in mijn oog. Dat dacht ik ook altijd. Met het boek van Sir Vagabond. Heb ik toen ook een paperpad erbij gehaald. Wel, op de background had ik erbij gehaald. Als, even kijken hoor, zeg ik dat dan goed? Ik had twee kleine paperpads erbij gehaald. En ik heb nog één hele over. En eentje die is redelijk aangebroken. Maar goed, oké, ik heb ook flink wat moeten snijden. Want het is een behoorlijk boekwerk geworden. Dus het hoeft niet. Het ligt er maar net aan. Ja, wat ga je maken? Ga je een groot boek maken? Dan zeg ik ja, gebruik dan wel. In ieder geval twee paperpads. Maar hier zit nu ook een blok bij van 20x20. En er zit een blok bij van 6x6. En wat ik hiervan ga maken, ga ik jullie lekker nog niet vertellen. Maar dat, ja, ik denk niet dat je twee grote nodig hebt. Tenminste, je hebt een grote met plaatjes en een grote met backgrounds. Maar goed, dat is pas in januari, hè. Dus misschien ben ik tegen die tijd wel weer veranderd, hoor. Ik moet eerst gaan tekenen. Maar dan gaan we echt iets totaal iets anders doen. Iets ontzettend leuks. Ik vind het heel leuk. En ik hoop ook dat het heel erg gaat lukken. En ik hoop vooral dat het te zien gaat zijn. Is dat normaal Nederlands? Te zien gaat zijn? Nou, dan hebben we weer het canvas. Hier, het is toch een andere. Deze hadden we vorige keer in de Lady Vagabond gewoon. Als rice paper. Als goed is, heb ik hem zelfs nog. Want ik heb van de Lady Vagabond lijn nog niet zo heel veel gedaan. En deze hebben we nu. Dat is dat met dat jute. Deze vind ik ook super vet, zeg. Al die klokken. Als het goed is, ik weet alleen niet waar. En dan kijk ik mijn hubby scheef aan. En ik had vroeger een doosje. Dat zat een spelletjesdoos van Lotto, geloof ik. En daar zaten watchpots in. Onderdelen van een horloge. Die stonden toen hier. Nee, is niet waar. We hadden toen hier die zwarte kast staan. Onderin stond hij toen. Maar we hebben hem toen verplaatst. Omdat we deze stellage gingen plaatsen. Dat zat in een doosje. Volgens mij was het rood met geel. Van het spelletje. Ik dacht Lotto. Tot het Mixed Media Box. Nee, daar zit het niet in. Niet in de Mixed Media Box. Hoe diep ik leeg had. Want het zijn 3 kratten 1 geworden. Ik weet het ook niet meer. Dan ga ik toch die kast leeghalen. Dan moet het in die kast liggen. En dat heb ik toen ooit op de, hoe noem je dat nou? Op een rommelmarkt was toen een man. En die had toen een bak. En dat waren allemaal horlogeonderdelen. Dus echt alleen wijzertjes of de plaatjes of het mechanisme nog. En de glaasjes en kleine tandwieltjes. Echt super kleine tandwieltjes. En toen zei ze, joh, wat moet jij er nou mee? Dat weet ik niet meer. Ik vind het zo leuk. Nou, dat. En dat kan hier gewoon helemaal geweldig bij. Dus ga je naar een rommelmarkt, ga op zoek naar horloge onderdelen. Want die tandwieltjes, die zijn echt naar die op je... Kijk, ik heb nog de witsel op mijn vinger zitten, zie je dat? Die kunnen gewoon op je vingertop zo. Die zijn heel erg leuk. Die zijn echt heel erg leuk. Leuke onderdelen. Ja, wanneer hebben we hier weer rommelmarkt? Elke dag.
Elke dag. Nou. Deze is echt heel vet. Heel vet. Ik ga hem wel weer even terug doen. Even kijken. Dan pak ik deze. Ik werk wel van groot naar klein. Dit zijn de acetaat. Waardeloze nietjes. Nou, vind ik dat aan de ene kant niet zo erg. Kijk, ze breken af. Nou, dat is altijd handig. Zo. Oké. Okay. Ah, volgens mij is mijn zoon wakker. De typemachine. Ik ben ondertussen even aan het denken hoor. Oh, het zijn hele bleke kleuren. Dit is vet. Oh, zo zien jullie niks, denk ik. Hij is wel heel mooi. Even denken, even ratelen ondertussen. Jullie zijn er stil van. Kijk de kleur. Ga ik toch weer die China erbij pakken. Kijk die kleur. Even kijken, is het te zien? Zie je? Het is de broken China. Dus als je er een goede bijpassende kleur bij zoekt, Rusty Hink zal er ook bij kunnen. Oh, deze is mooi. Deze is wel heel gaaf. Oh, ik zal hem even in zijn geel leggen. Dit is echt wel heel dik. Als je nou de gewone transparante acetaat gaat halen, die je gebruikt, ga ik gebruiken in het project waar we nu mee bezig zijn, is hetzelfde kwaliteit. Het is ook zo dik. Hier gaan we even een papiertje bijleggen. Oh, dit vind ik weer wel heel erg mooi, zeg. Hoe cool is dit? Is transparant, hè, dames? Yes, dat is wel heel stoer. Die vind ik ook wel heel erg mooi. Dat is een kalender. Kijk dat dan. Ja. Grades, oost, noord. Ja, dat is wel heel cool. Is cool, is cool. Ja, is echt heel gaaf. Ik hou er zo van. Hé, naar de andere kant. Oh, nee, zo. Zo, dan doe ik deze er wel bij. Dat doe ik erbij voor de nummers. Het is niet dat ik niet weet wat het is, maar ik ken de nummers niet uit mijn hoofd. Dan hebben we hier de collectibles. Dan hebben we geen papiertje meer nodig. De collectibles. Ja. Even kijken, waar kunnen we erbij? Jongen, jongen, wat een verwennerij op de vroege zaterdagmorgen, zeg. Het was 7 uur, ik hoorde Sjons zijn bed uitgaan. Ik zeg, ga je nou al? Ze keek eventjes op mijn telefoon, maar ja, dat was natuurlijk nog niks bekend. Ja, zegt hij, want hij kan wel zo komen. Zeg ik, nou, zeg, dat duurt nog wel even. Zeg ik, ga nog even een uurtje slapen, hoor. Dus het was 8 uur, 7:55 werd ik wakker. Ga op mijn telefoon kijken. Ik denk, ja, bezorger is onderweg. Ik denk, mooi, ga mijn bed uit. Belachelijk natuurlijk, hè. Mijn dochter heeft vriendin te logeren. Superleuk. Die meiden die waren ook al beneden. Die waren ook al vroeg. Oké. Okay. Oh, ik zie wat leuks. Yummy, yummy, yummy. Believe in yourself.
Dit zijn wel hele gave etiketten. Oh, het is wel leuk. Het is wel leuk. Ik krijg hem er niet helemaal op, denk ik. Ofwel, deze is wel... Nou, ik zou zeggen, deze is wel retenstoer. Ik vind hem echt heel mooi. Als je ook kijkt, wat over details gesproken, hè. Ze heb in de hand, even kijken, inzoomen. Verrekijker, maar kijk wat er op die verrekijker zit. Gewoon helemaal die krulletjes, die details zijn echt geniaal. De stitches in de laars, maar dan ook de kreukels bij de enkels. Hoe gaaf. Echt heel gaaf. Schaduwen in het gezicht. Dat is echt wel heel erg mooi. En dan hebben we aan de achterkant. Hebben we dezelfde, alleen dan kijk je de andere kant. En dan hebben we hier ook de... alle metertjes, zeg maar, van de cockpit. En aan de achterkant, oh, dat is wel een hele mooie. We hebben een mooie achtergrond. Ja, is echt een heel stoer meid. Echt heel gaaf geworden. Ik vind hem met het losse haar, vind ik het mooier nog dan dat de haren vast had. Maar ja, het is meer vrije tijd, hè. Nou, dit is het bord van de. Super stoer. Hier staat het woord goed geschreven, als ik het goed heb. Ik heb geen flauw idee wat er moet staan, hè. In vrijheid is dit, toch? Of was dat weer wat anders? Vrijheid? Nee, ik weet het niet meer. Nou, Google Translate. Dan hebben we weer een mooie roest achterkant. Dan krijgen we weer... Ja. Dan staat ze bij de open haard. En als je nou kijkt naar haar corset, dat zijn de achterkant van boeken. Zie je dat? Dat zijn de ruggen van een boek. Hoe verzin je het? Nou, op zijn roze kousen, of paarse kousen. De binnenkant van de jas is rood. Dat lijkt wel een beetje dan weer op de Japan-serie. Nou, kan je ook zien, ze hebben allemaal kogels aan de band zitten. Dat was bij de vorige ook niet te zien. Oh, dit is wel een idee. Ik heb jurken met van die wijenmouwen. Daar hebben ze riemen omgezet. Om de polsen. Gaaf. Erg mooi. Hier heb je ook weer. Dan kun je er zelf... Oh, ik zit verkeerd. Lijstje. Zou je zelf een plaatje achter kunnen zetten. Ja, erg gaaf gedaan. Betekent nabijheid. Lang leven Google Translate. Ja, nou dat dus... Oké, dus de piraten, pas op voor de airship van de piraten in de nabijheid. Oké, grappig zo, als je het letterlijk vertaalt, klopt die hele zin niet. Oké, cool. Krijgen we onderdelen. Oh, de eerste aan de achterkant hebben we haar in het spiegelbeeld staan. En dan hebben we onderdelen, het gordijn, de geweldige stoel. Is echt, ik vind het een beetje in de Lodewijk XIV stijl. Ik hou ervan. Met de barok aan de bovenkant. Hier ook weer de baroklijsten. Nou, dit zou ik persoonlijk nooit aan een muur hangen. Want volgens mij moet dit een tafeltje of een kastje zijn. Dus wat er naast de stoel staat. Mooie plant erop. Groene vriendjes, altijd welkom. Super cool. En aan de andere kant staat hier een spiegelbeeld. Was dat niet meneer Zeppeling? Of in de buurt? Ja, dat zou ook nog kunnen zijn, ja. Nou, de portretten, die kunnen weer in lijstjes gezet worden. Daar heb je ook nog mallen van, hè, van de lijstjes en zo. Deze dame, dit vind ik zo'n leukert. Zo relaxed. Ja, zo stort ze naar beneden, dus laten we dat maar niet doen. En een hele vel met allemaal pussycats. Hij is goed vertegenwoordigd. Dit keer kijk nou hoe cute. Is toch uberschattig.
Ja, ja. En dan in spiegelbeeld. Nou, dit is degene van de eerste. En ook daardoor zie ik nou pas, ik dacht dat het een bruin leer was, maar zijn er delen van de ruggen van de boeken. Ja, en hier heb je ook kogels. Hij is wel meer uitgewerkt nu. Grappig. Hij is toch wel iets anders uit. Ik ben eventjes om me heen aan het kijken, maar die spiegel. Heb ik die achter, heb ik achter me staan? Nee. Nee, kan ik nou niet zien. Want ik heb deze gebruikt volgens mij op de spiegel. Heb ze ook trouwens de haar gewoon los. Erg gaaf. Nou, een hele... spiegelbeeld. En dan allemaal randen. Oh, die vind ik ook wel heel gaaf, zeg. En dan labeltjes weer. Is cool. Dat is echt heel gaaf. Ja. Oeh. Oké, dan hadden wij de paperpad. Even mijn koffie. Koude koffie vind ik niet lekker. Is gewoon spannend. Het is even koffie. Hoor. Stoer, hè? Zo leuk. Bij de collectibles had je deze in het groot. Dus die zou je in de background kunnen gaan zetten. Want deze heb je in de background zitten. Zo. Volgens mij is mijn zoon nu echt wakker. Hoop herrie aan de bovenkant. Ja, dit vind ik ook wel heel mooi. Ik hou er zo van. Kijk, zie je dat kastje tot hij niet aan de muur hoort? Dit is vet. Dit is heel vet. Wel grappig, want nu zie ik meteen hoe die oorspronkelijk hoort. En ik had een heel ander idee. Ja, dat vind ik wel funny. Dat is wel funny. En dan krijg ik meteen al mijn ideetjes. En ik geloof dat ik mijn kerstlijstje aan wil passen. Mag niet meer. Mag niet meer? Patricia, zet nu een link erin. Als je op de site bent en je gaat links, klik je naar Fall Collection 2021. Daar vind je dus de volledige collectie van de Lady V Lifestyle. Nou kunnen jullie natuurlijk op de link klikken. Maar als je dus alleen maar de video terugkrijgt, kijkt op YouTube zo, dan kan dat niet. Dus vandaar dat ik dat even uitleg. En dit is dus ook de collectie, hè, waarmee we de workshops gaan doen over 3 weken. Oh, over 3 weken! 21 dagen, dus exact 3 weken zelfs. Sterker, daar zijn we al bezig met de eerste workshop. Van Belinda Bassent zelf. Als je nou toch op de site bent en je denkt, nou, ik vind zo'n leuke collectie. Scroll even ietsje nog naar beneden. Daar staat het woordje workshops. En klik erop en kijk even welke er nog open zijn. En schrijf je nog even in, hè, want het kan nog, hè. Oh, nou, precies. Patricia denkt, ik zet meteen de link erin. Nou, dat dus. Dat is met deze collectie. En echt, je kan daar ook de foto's zien van wat we gaan doen, die workshop. Als ik het heel goed uit mijn hoofd zeg, dan is het... Nou, moet ik even denken, hoor.
Zaterdag 's ochtends de wekker. Zaterdag 's middags de hoed. En dan zondags hebben we een shadowbox. Daar weet ik niet de volgorde van hoor. De shadowbox en het paneel. En dan denk ik het paneel 's morgens en de shadowbox 's middags. Maar daar wil ik vanaf zijn. En ik vind het echt heel spannend. Ik heb er ook vreselijk zin in. En met mij nog een heleboel mensen. Ik zit te kijken. Dit zijn kaartjes. Dat viel mij zo nog niet eens op. Kijk, hier aan de achterkant wel. Het is allemaal heel erg mooi. Nou zit ik te denken. Wat ga ik nu gebruiken voor maandag? Hey, leuk hè? Ik vind die telefoon toch echt wel goed gevonden hoor. Je moet er maar op komen. Deze heb ik ook. Ik heb hem in paars. In real life dan. En dan moet ik alleen nog een mooie pot zien te maken waar die in kan. Hier hebben we weer de lijstjes. Pussycat erin. Allemaal tantes. Zo grappig. Het is allemaal hetzelfde mijn vrouwtje wat erin staat. Oh nee, dit is een... Ja, nee, het is ook hetzelfde. Ze lijken er allemaal op. Wauw. Is dit wat je, pardon, waar je ook dat 3D-set van hebt, Patricia? Ja, hè? Dat is deze, hè? Die is 3D. Dit is 3D. De koffers, geloof ik. Oh, hier ligt er een onder. Dat is dit setje, toch? Zaterdag de hoed en de wekker en zondag de shadowbox en de MDF-paneel. Dat is de volgorde. Dus we zouden dus nu over 3 weken met de hoed bezig zijn. Oké. Okay. Vind ik ook leuk. Kijk, ze zijn leeg, dus je kan zelf weer een foto erachter doen. Denk je nou van, nou, ik heb het leuks en ik ga met foto's werken. Zet je eigen foto's in die lijstjes, hè. En heb je nou toevallig iemand die, weet ik veel wat, ergens zit te vissen, knip hem uit de foto en zet hem op die stoel. Ja, dat is die pop-up 3D-kit. Ja, oké dan. Ja, die was ook super grappig. Een ronde koffer, de hoedenkoffer. Ja, ik vind die details toch echt wel heel gaaf. Hier ook weer de bril, de inkpot, de fles. Hier is er trouwens de brief aan het schrijven. En in het filmpje is hem aan het tikken. Wel een mooie secretaire trouwens. Hé, hey, ik krijg een idee. Ja? Hoor je me ratelen? Ik denk dat we gaan tekenen vandaag. Dit is vet. Het is ook zo leuk. Die fles. De schaduwen zijn al aangebracht op het plaatje. Ik denk als je daar heel goed naar kijkt, dat je die schaduw, als je hem uitgeknipt hebt, dat je de schaduwen zelf heel goed kan overbrengen. Dit vind ik ook heel gaaf. Dit is oorspronkelijk, hoort dit op het plafond. Is dat zo'n ding wat je, zo'n focal point van je plafond moet hebben? Even kijken hoor. Doe je 2 workshops op dezelfde dag, dan krijg je van Scrap Hut, krijg je dan de lunch aangeboden. En als ik het goed heb, eindigt het tot 5 uur. Nou, dat houden we maar een slag om de arm. Dan begint de eerste workshop, begint om 9 uur 's morgens. Het is in Hengelo. En daar wordt het gehouden. En het is in de buurt van het station. Dus het is met het openbaar vervoer heel erg goed te doen. Het is op loopafstand, is mij verteld. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is eigenlijk ontzettend goed bereikbaar. En goed verzorgd. En we gaan lekker eten. En het wordt gewoon een supergezellig weekend. In de buurt heb je ook diverse hotels en bed and breakfasts. Denk onder andere aan Van der Valk zitten in Hengelo. Van der Valk zit in Enschede. Van der Valk zit in Almelo.
allemaal in de buurt. Almelo is 19 minuten met de trein. Enschede, oh, nou hoop ik dat ik geen commentaar vanuit de bank krijg. Enschede is 14 minuten met de trein. En Hengelo is dus 0 minuten met de trein, want ja, je bent er dan al. Alleen je moet dan even kijken, hoe kom je bij het station? En volgens mij verhuurt Van der Valk ook nog e-bikes. Dus je zou dan ook nog, als je in Hengelo toch zit, een fiets kunnen huren. Of je gaat natuurlijk met de auto als je die hebt. Dus, nou, dat. Ik zou zeggen, kom gezellig allemaal lekker dit weekend. Dan zie je ook een beetje gezichten bij het naam. En uiteraard koffie, thee, water en wat lekkers tijdens de workshop. Gooi het alleen niet om, want daar worden we niet vrolijk van. En dit is gewoon echt... En het ruikt zo lekker. Oh, is dat heel raar als ik dat zeg? Maar maakt niet uit, vind ik wel. Had je voor alle workshops nog een plek, Patrice? Of zijn er al workshops dat je zegt van, nou, dat kan gewoon echt niet. Of daar moet je echt voor haasten. Oké, dit zijn de kleerduikers. Even kijken. Er zijn nog plekjes. Oké. Maar goed, hou wel in gedachten, vol is vol, hè? Kijk hoe die rand dan is. Echt wel gaaf. Even kijken. De fles. Nou, even een beetje uitspreiden. Hier de typemachine. Sommige onderdelen moet je nog wel even een beetje uithalen. Kijk, het zit nog veilig. Laat ik ook zitten, want dan is het minder kwetsbaar. Maar er zitten nog van die dingetjes tussen. Oh, die moet trouwens zo. Want hij kan ook snel varen. Nou ja, varen. Dan moet je de hendel overzetten. Vliegen. Zo. Dat is wel leuk, joh. Oh, dit is ook een stoer. Slow, half vol, Lady Vagabond. Oké, staat er zelf ook bij. Ahead. Estron. Grappig. Dan hebben we Pussycat. Oh, Pussycat, die heeft een ophangsysteem. Ik weet niet wat mijn zoon aan het doen is, maar hij is flink aan het joelen. Dat is de kat, hoor. Is die kat? Ja. Nou, dan zit Koetsje zeker boven. Serieus, moet je maar eens hier komen staan. Joe, je deelt het. Oké. Koetsje maakt rare geluiden, maar zo erg is het nu niet. Ik heb geen flauw idee of ik nog in beeld ben. Ik kom er even bij staan. Oh, jawel. Jawel. Oh, wat een leuke dingetjes allemaal. Ga je dit in boeken verwerken en je maakt een bellyband, zijn dit ook onwijs leuke stoppers. Hè? Dus die aan de onderkant, zodat er niks... De onderkant plak je dan vast, hè, zodat er niks door kan. Maar er zit ook een gaatje in een aantal van... Dan kun je... In een aantal van die dingen even mijn zin afmaken. Dus dan kan je touwtjes doorheen rijgen en gebruiken als een tag. Of je kan hem ergens aanhangen. Gebruik je houtje touwtjesluiting. Kan je die pakken ervoor. Volgens mij is mijn camera aan het zoomen. Dus a lot of possibilities. Superleuk. Ik hou ervan. Daarom ben ik nu ook nog met het... boek van Surfvagabond in Japan. Ik ben er nog steeds mee bezig. Oh, ik ga nu gooien. Wil ik dat? Nee. Het is dus niet... Kijk nou, wat leuk. Het is dus niet dat ik jullie vergeten ben, maar ik ben er gewoon nog steeds mee bezig. Kijk, sleutelgat.
Ja, doe ik er ook in. Heb je nagels, hè? Poesjes erin, zo. En mijn kaartje erbij. Eén, twee, drie. Oké dan. Dan hebben we de die-cut. Ja. Ah, de nietjes schieten hier om mijn oren. Dacht jij hetzelfde als ik? Mm-hmm. Nou, kom. Zo. Oké. De die-cut. En dat is ook geen dun, hè. Het is gewoon echt de kartonnen. Hier zitten de twee in. Er zit een kleine lijst. Ik laat ze even zo. Hoe minder je alles loshaalt, dus te minder kwetsbaar het wordt. Ah, kijk, hier zie je weer. Zoetje van die bloemetjes. Tikmachine. Leuk, hè? Zo, dan gaat de raam open. Oeh, die is heel kwetsbaar. Heel gaaf. Hey, dus de koffer. Stapel boeken, fotolijstjes. Een stukje wat er nog uit moet. Nou, oké, je wil graag. Zo. Het is wel grappig, want ze hebben een achtergrond vel ervan gebruikt. Oh, deze moet zo. Lady, hoop ladies. Dit is ook leuk als je een, nou weet ik niet of het zo heet. Goedemorgen Tracia. Even kijken, wat, oh dat is niet voor mij. Voor die capuchons heette die dingen niet zo. Wij noemden ze vroeger ook wel eens page pebbles. Dan kun je die er heel leuk op doen. Even zoeken, wat is dit? Dit komt hieruit. Andersom, dat komt daaruit. Nou, dat is ook niet zo belangrijk. Moet er toch tussenuit. De stoel. De grammofoon. Ik ga hem even naar boven doen weer. Kijk, en hier komen ze namelijk uit, die dingen. Maar ze zijn zeker wel bruikbaar. En de fireplace. Een beetje, zijn wel iets verbogen. Zit al zoveel in een zakje gepropt. De fireplace. Helemaal leuk. Nou, hier moeten we toch wel wat mega's mee kunnen doen weer, toch dames? Of niet dan? Eerst even brainstormen. En tekenen. En ga ik hem van tevoren proberen. Misschien alleen een... ja, weet ik nog niet.
Ik weet het nog niet. We gaan het meemaken. Ik ga eerst even concentreren voor komende maandag. Daar gaan we voor maken. Voorbeeldje. Of een soort van gelijk voorbeeldje. En dan, we zijn nog bezig met onze vuilfolder. Nee, we zijn helemaal niet bezig met de vuilfolder. We zijn bezig met een portfolio. En daarna zien we wel weer verder. Even dit weer allemaal netjes terug. Ik hoor een paar van de trap afkomen. Oké. Dit erin, dit erin. Echt, wat een supermooi pakket weer. En dat is dan in principe alleen voor maandag. Nou, dat denken we dus niet. Dat gaan we dus niet alleen maandag gebruiken. Dames, ik ga even heel erg hard denken. En dat zien jullie vanzelf. Hoe de wat we daarvoor gaan doen. Ik zie jullie morgenavond om 6:30. Hè? Niet vergeten, hè? Want Max moet rijden. Dus 6:30 tot maximaal 7:45 zie ik jullie morgen hier al. En anders zie ik jullie dinsdagavond gewoon om 7:00 hier al. En zie ik jullie niet hier al, zie ik jullie misschien in Hengelo. Patricia, super dankjewel voor dit prachtige pakket weer. Ik word er gewoon iedere keer weer stil van. moest ik verder nog iets vertellen? Ja, klink naar de site www.scraphut.nl. Daar zie je aan de linkerkant staan de Fall Collection 2021. En dat is de Lady V die je net gezien hebt. De lifestyle. En scroll een klein stukje naar beneden voor de workshops. Klik op 1, 2, 3 of 4 workshops. En ik zie jullie graag in Hengelo eind deze maand. Over 3 weken precies. Dames, dank jullie wel voor het kijken. Tot morgen. Doei!